Ik ben Dirk en Vijven en in deze video leg ik je uit hoe je een espressomachine in 3 simpele stappen kan ontkalken. Ik raad je aan om de machine minimaal 2 keer per jaar te ontkalken. Hiermee voorkom je dat de machine problemen geeft en daarnaast zal de koffie beter smaken als de machine goed onderhoudt. Om te beginnen zet ik de machine aan, gooi de resterende capsules en leg water weg. En plaats een grote schaal onder de koffieuitlaat. Doe vervolgens een halve liter water en 1 flesje excellente snelontkalker in het waterreservoir. De excellente snelontkalker is speciaal ontwikkeld voor machines zoals de Nespresso en zal ervoor zorgen dat de machine beter werkt. 1 flesje kost €2,50. Druk vervolgens beide knoppen 3 seconden lang in. Ze gaan nu knipperen en daarna druk je op de Lungo-knop om de ontkalkingsprocedure te starten. De volledige oplossing zal nu door de machine heen lopen. Alles is nu 1 keer door de machine heen gelopen. Dat herhalen we nog een keer. Doe de volledige oplossing nog een keer in het reservoir. En druk weer op de Lungo-knop. Maak vervolgens de tank goed schoon met water. En vul deze met schoon kraanwater. Laat weer een kom onder de koffieuitloop en druk nogmaals op de Lungo-knop. De machine gaat zichzelf nu helemaal reinigen. Om de ontkalkingsprocedure te beëindigen, druk je opnieuw beide knoppen 3 seconden in.